Oké, we zijn nu momenteel op de boot, zoals jullie kunnen zien. Een hele goede morgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal kijken naar de eerste vakantievlog van 2022. Hallo, hallo, hallo. Ik ben hier weer met een nieuwe vlog, zoals jullie kunnen zien. En vandaag is het dus de eerste vakantievlog. Vandaag gaan wij naar Engeland. Dus dat is best wel ziek. Het is nu momenteel ochtend en wij vertrekken rond 6 uur. Dan gaan we naar de boot en dan gaan we slapen op de boot. En dan worden wij dus wakker in Engeland. Dus dat is enorm leuk. En dan vanaf daar gaan we naar het eerste huisje toe. We hebben deze keer ook net zoals de vorige keer 2 huisjes. Dus dat is leuk. Voor de rest is de eerste week een beetje een chill week. En dan gaan we ook nog wat dingetjes doen. En de tweede week is meer, zeg maar, dan gaan we naar Londen. En dan zitten we ook in Londen. En dan gaan we allemaal shit in Londen doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Voor de rest ben ik nu een beetje bezig met wat spulletjes te pakken en zo. En we hebben nog eventjes de tijd. Ik moet ook nog de vogelkuit doen en shit. En het is best wel warm. Dus dat is wel een beetje rip, denk ik. Ik heb het echt fucking heet, ja. Dat is een beetje vervelend. Maar we gaan dus wel naar Londen. Net zoals op dit enorme schilderij staat. Dit is een schilderij van Londen. Dus dat is best wel lachen. We gaan weer naar Engeland. Wordt vet. Ja, ik heb er echt enorm veel zin in. Ik ga kijken wat ik van de vakantievlogs dit jaar kan maken. En ik denk dat het wel vet gaat worden. Dus ik heb er echt enorm veel zin in. Ik ben momenteel ook al bezig geweest in de streamkamer. Ik heb hier dus allemaal dingen voor het raam gezet. Aangezien anders al die zon naar binnen schijnt. En dan verkleurt alles. Dus ik heb er allemaal dingen voor gezet. Ook hier zijn wat dozen ervoor gezet. Zodat het zeg maar niet gaat verkleuren wanneer wij hier dus 2 weken niet zijn. Daarom is die misschien ook een klein beetje donker. Omdat ja, de zon wordt zeg maar geblokkeerd. Wij hadden zeg maar dit besteld. En dit is van dat folie wat je op het raam kan doen. En daardoor komt de zon niet echt helemaal meer binnen. Of tenminste de UV-straling. En die komt dan niet meer binnen van de zon. En dan verkleurt er dus ook niks binnen. Ik heb alleen geen tijd meer om dit zeg maar op de ramen te doen. Dus daarom staat er nu allemaal shit voor de ramen. Dus als ik terugkom van Engeland ga ik dit op de ramen beuken. En dan is dat dus gefixt. Maar ja, daar heb ik nu dus helaas geen tijd meer voor. Wat echt jammer is, want het eigenlijk even iets eerder moeten bestellen. Maar toch niet gebeurd ofzo, dus dat is jammer. Voor de rest ga ik nu nog even zo'n dingetjes klaarmaken. Ik ben hier al wat spulletjes aan het pakken. Wat filmspulletjes, wat powerbanks ga ik nog opladen. Wat snoertjes en shit. Ik moet zo meteen ook mijn statief hier zo van pakken. Ik zal nog te twijfelen om de softbox mee te nemen. Maar ik ga het denk ik ja, niet doen. Ik denk dat het niet zo heel bijzonder is om de softbox mee te nemen. Ik heb eventueel ook nog deze lamp. Ja, ik denk dat het niet heel veel nut heeft. Statief gaat wel mee, dat is sowieso belangrijk. Want een statief meenemen is altijd gewoon handig. En voor de rest ga ik op mijn computer ook nog even wat SD-kaartjes leegmaken en shit. Zodat die ook mooi mee kunnen. En voor de rest is dat volgens mij alles wat ik nog moet doen. Oh ja, ik moet ook nog de Switch losmaken. De dock. Ik wil de dock van de Switch ook graag mee. Kan handig zijn, weet je wel. Ik had trouwens ook een pakketje binnen gehad. En dan moet ik even weer goed nadenken waar ik die neergelegd heb. Ah, ik had hem al in mijn tas gedaan. Het is namelijk een oplaadblokje hier zo. En dit is zeg maar een oplaadblok voor Action Cam batterijtjes. Die had ik zelf nog niet. Aangezien wat je bij een Action Cam ook kan doen is gewoon de batterij in de Action Cam stoppen. En dan doe je gewoon via een micro USB kabeltje laat je hem gewoon in de camera op. Dat vond ik nu niet meer zo heel chill. Dus daarom heb ik hem gewoon besteld. Was iets van 10 euro of zo. En ik heb ook, die zit als goed hierin. Ik heb 3 van dit soort batterijtjes. En als je dus zeg maar 3 hebt, dan moet je per stuk in de camera opladen. Dat is best wel kut. Dus nu heb ik deze. En dan kan ik dus zeg maar 2 van die zo naast elkaar erin opladen. En dat is dus ja, best wel handig. Vond ik wel chill om zeg maar te hebben. Dus dat heb ik besteld en dat is dus binnengekomen. Ook heb ik nog dit gekocht voor de Switch. En dit is zo'n hoesje waar je zeg maar de Switch games in kan doen. Aangezien ik dus ook de Switch meeneem op vakantie, vond ik het wel chill om niet al die kleine kaartjes gewoon los mee te nemen. Dus ik heb gewoon zo'n hoesje gekocht. Anders moest ik al deze hoesjes gaan meenemen. En dat is ook niet zo
heel chill, zeg maar. En het zijn er best wel veel, dus die kan ik allemaal hier zo in gaan proppen. En dan kan ik dat dus ook gewoon meenemen. Ik weet niet hoeveel erin kunnen. Er kunnen er 24 in en 2 mini SD kaartjes. Dus dat is wel top. Ja, dat is ook wel een mooie koop voor de vakantie. Dus dat gaat ook gewoon lekker mee. En dan ga ik nu dus nog even wat shit fixen. Ik ga ook denk maar even een raampje openzetten, want het is in bloedheid. Oké, ik denk dat ik nu momenteel klaar ben. Ik heb nog even wat spulletjes gepakt. Ik heb net ook nog even wat shit op deze SSD gezet van 500 gigabyte volgens mij, deze SSD. Wat edit shit, mocht ik al wat willen editen op vakantie, dan kan dat, dan staat dat hier mooi op. Dus dat is heel mooi. Ook heb ik nog even twee boeken gepakt die ik mee wil nemen. Harry Potter, de Stenen Wijs in het Nederlands. Die wil ik gaan lezen of proberen. En het Avicii-boek, Tim, de officiële biografie van Avicii. Deze twee neem ik mee. Ik hoop eigenlijk deze te gaan lezen. Sowieso. En dan ja, deze ook extra mee. Nou ja, je kan het beter meenemen dan dat je het niet meeneemt. Dus die twee neem ik mooi mee. Die SSD gaat natuurlijk mee. Ik ga dit zometeen lekker allemaal afsluiten. En dan heb ik hier voor de rest nog mijn cameratas waar al het camera meuk in zit. Ga ik zometeen ook de camera mooi in doen. Statiefje heb ik er mooi bij. Alles zit er eigenlijk in. Laptop zit erin. Hij is ook echt ontiegelijk zwaar. Hij is echt ontiegelijk zwaar. Tering. Dus dat zit er allemaal mooi in. En de drone die staat beneden. Dus die staat hier niet. De drone-tas. Dus die gaat ook lekker mee. Je ziet het misschien ook aan mijn haar. Ik heb het echt fucking heet. Mijn haar zit echt ook niet. Maar ja, we gaan zo meteen weg. Dus dat stop. En dan gaan we gewoon lekker naar Engeland. Dus dat is ziek. Ik weet niet wat ik zo meteen ga filmen of zo. Misschien dat ik een heenreis doe. Van dat we aan het rijden zijn. Maar dat vind ik altijd een beetje matig content. Dus misschien dat ik jullie zo meteen al op de boot zie. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik heb in ieder geval al mijn spullen. Ik ga zo meteen nog even de vogels wegbrengen. En dan gaan we gewoon lekker naar Engeland. Dus ik heb er zin in. Let's go. Oké, we zijn nu momenteel op de boot, zoals jullie kunnen zien. We zijn weer in hetzelfde verblijf als we ook waren 3 jaar geleden, toen ik ook gevlogd had. Er komt hier eventjes een heel mooi stukje van die vlog toen. Toen we ook naar Engeland gingen. We zijn weer precies in dezelfde, nou eigenlijk niet precies in dezelfde, maar het ziet er hetzelfde uit. Dus dat is ziek. Ja, dat is wel goede shit. Ik heb toen ook alles hier zo laten zien. Dus volgens mij spreekt het wel een beetje voor zich. We hebben gewoon hele mooie bedjes hier zo. We hebben daar zo'n heel mooi raampje. We zijn nog niet aan het varen. Hij gaat pas om 10 uur varen en we zijn hier echt al wel een tijdje. Hij gaat zo meteen dus varen. Ik ben momenteel nog even lekker mijn telefoon hier zo aan het opladen. Dus dat is goed. Als hij gaat varen moet ik wel mijn 4G uitzetten. Omdat hij anders op de satelliet of iets gaat. En dan moet je heel veel shit betalen. Dus ja, dat moet ik zo meteen doen. Dus dat moet ik niet vergeten. Dus ik heb zo meteen helaas geen internet meer. We gaan zo meteen nog naar het dek. En dan ga ik nog even kijken of ik shit kan filmen. Dus dat wordt nog een goeie. Voor de rest hebben we hier weer een hele mooie spiegel. Zoals jullie daar zo dus kunnen zien. Daar ben ik. Ja, ik ben weer 2 keer te zien. Woe, je ziet me 2 keer ook daar achter ze maar en daar ook. Ja, wat een jongen daar zo. Hier is er nog een heel mooi spiegeltje. Helemaal mooi. Voor de rest, hier is er natuurlijk de deur. Met hier is er natuurlijk nog dit waar ze maar het kaartje in gaat. En dan komt er zomaar licht. Dus als ik deze eruit haal, dan gaat het licht uit. En zo gaat het licht aan, zeg maar. Met hier is ook de lichtknop gewoon. En dan hebben we natuurlijk nog de badkamer. Hier zit trouwens de aanknop. Die kon ik net niet vinden. De badkamer hier zo. Heel mooi met een heel mooi douche. Waar ik dus sowieso ga douchen. Wc'tje. Dat soort shit. Ziet er helemaal top uit. Ik ga hier dus sowieso douchen. Maar dat ga ik dus pas vanavond doen. Aangezien we zo meteen eerst nog naar het dek toe gaan. Dus dit kan sowieso weer even uit, zo, boem. En dan kan deze deur weer dicht. Heel veel van de belangrijke spullen, die hebben we meegenomen. En de rest van de spullen, zoals kleding en shit, ligt nog allemaal in de auto. Dus ik heb gewoon mijn cameratas mee. En hier zo dus ook de mooie drone, wat eigenlijk ook, ja, onder de camera spullen valt, natuurlijk. En zoals ik net dus ook al zei, hier zo mijn cameratas. Ik heb de hele mooie switch natuurlijk ook mee. Ik heb de dock ook mee en shit, laptopje mee. Deze tas is echt enorm zwaar. Het is echt insane. Statiefje ook mee natuurlijk. Dus ja, hoeveel is mijn telefoon ondertussen? 70%. Kijk, dat is helemaal top. Gaan we die even pakken en dan gaan we eventjes naar het dek toe.
Nou, ondertussen is het alweer donker geworden en we zijn dus ook aan het varen. Nou ja, jullie kunnen het niet echt zien, omdat het zeg maar al donker is. Maar we zijn aan het varen. Dus dat is wel mooi. Voor de rest ga ik nu nog eventjes lekker hier zo douchen op de boot. En deze deur maakt wel echt een heerlijk geluid. Tering. Dit heb ik altijd al gewild. Dat is zo lekker. Maar ik ga in ieder geval nog even in deze douchen op de boot. Dus dat is nog wel geinig. Voor de rest ga ik daarna gewoon lekker slapen. Dus ik stel voor om hier gewoon lekker de vlog af te sluiten. Laten we dat niet doen in de badkamer. Dus laat ik wel even de badkamer uitgaan. Oh ja, en ik laat jullie trouwens volgende vlog ook weten hoe ik heb gedoucht. Dus dat is wel mooi. Dus in ieder geval, ik hoop dat jij deze allereerste vakantievlog leuk vond. We zijn nog niet in Engeland, maar we zijn wel onderweg naar Engeland. Daar kun je natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer en dan hoop ik jullie volgende week bij een nieuwe vakantievlog hier op dit kanaal te zien. En dan zijn we pas echt in Engeland, dus dat is ziek. We gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb er enorm veel zin in. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Later mensen.